Dus iedereen op mijn geluksgevoel heeft, dan zijn we er. Ik heb een wet geformuleerd, dat is de eerste wet van Rossum. Hoe hoger de belastingen in een land zijn, hoe gelukkiger de mensen daar zijn. En dat de tranen je in de ogen springen, dat komt nu veel vaker voor dan vroeger. Ja, het klinkt een beetje cheesy, maar je moet nooit naar een 10 willen streven, want dan hoeft er niks anders en beter meer. Mijn naam is Cliff. En mijn naam is Nick. En in onze podcast gaan wij in gesprek met bekende Nederlanders en geluksexperts om te praten over geluk. Maar waar je echt gelukkig van wordt, is het verschil maken voor iemand anders. Zo simpel is het. Hoe kun je nog leven met zoveel leed en met zoveel onrecht? En dat kan, uiteindelijk. Maar als je nou zegt, ben jij altijd gelukkig? Dan zeg ik, nee, natuurlijk niet. Niet, ik ben mens. En ja, dat je dan op je 79ste, want ik word over 5 dagen 79, dat je dan een beetje uitzakt en alles, dat denk ik, ja, nou, dat is dan maar zo. We vragen hoe gelukkig ze zijn, wat volgens hen bijdraagt aan geluk en wat ze doen om het geluk van anderen te vergroten. Denk niet aan de toekomst. Gewoon leef in het moment, vandaag, nu. Misschien ook morgen, maar niet te ver vooruitkijken. We weten dat optimisten gewoon langer leven, een gelukkiger leven. Waarom zouden we alleen langer leven als we niet gelukkiger willen leven? Jij denkt dat zonder het ego alles chaos zal zijn. Ik zeg je, zegt Jezus dus, dat zonder het ego alles liefde zal zijn. Luister naar de mooie verhalen en laat je inspireren voor hopelijk meer geluk in je eigen leven. Iedere zondag om 10 uur komt er een nieuwe aflevering online op ons YouTube-kanaal. Het raakt je en dat brengt je tot actie. Dus op dit moment voelt het een beetje alsof ik alleen maar leuke dingen doe. En dat is voor mij altijd een signaal. En soms een fysiek signaal dat ik wat spanning voel in mijn lijf. Of soms dat het wat zwaar wordt in mijn hoofd. Of ik ben wat vaker aan het piekeren. Dan weet ik al, ik ben weer van mijn gelukspad afgelopen. Ja, die dwarslezen die wil ik wel missen. Die kan ik missen als kiespijn. Als een pilletje, een dingetje. Nou prima, dan ruilen we hem in. Maar wat ik ervan geleerd heb, dat zou ik niet willen missen. Ik zeg wel eens, ik heb er mijn nek voor moeten breken om dit te beseffen. Gelukkig kan dat ook simpeler. Kortom, ga naar ons kanaal en abonneer. Veel geluk. Podcast of Hope. Moving towards happiness.